Ja, afgelopen weekend werd er in Duitsland het 75ste jubileum gevierd van de Code van Nuremberg. Deze code is in het leven geroepen als een set van medisch-ethische principes tegen het gedwongen toedienen van medicatie en het uitvoeren van experimenten op mensen. Een 85-jarige Holocaust-overlever uit New York die sprak daar en zette de discussie rondom drang en dwang weer op scherp. Advocate Maaike ter Horst legt uit waarom deze code na 75 jaar nog steeds relevant is. Dank u wel. Ja, de Code van Nuremberg die is dus vastgesteld in het kader van de nazi-processen in Nuremberg, waarbij ook artsen voor de rechter stonden. En daarbij zijn dus eigenlijk de grenzen aangegeven van wat wel zou kunnen en wat niet. En wat heel belangrijk werd gevonden was dat mensen dus niet gedwongen zou mogen worden om mee te werken aan medische experimenten of aan medische ingrepen. En ik ben heel benieuwd wat jullie vinden van de mevrouw Vera Sharaf, Holocaust-slachtoffer, die sprak afgelopen zaterdag op het jubileum in Nuremberg. Ja, wij hebben een fragment van die jubileumviering in Duitsland. The moral significance of the Nuremberg Code cannot be overstated. The Nuremberg Code is the most authoritative, internationally recognized document in the history of medical ethics. This landmark document was formulated in response to the evidence of medical atrocities committed by Nazi physicians and scientists. The code sets forth moral boundaries of research involving human beings. The Nuremberg Code rejects the ideology of eugenics and unquestionably asserts the primacy and dignity of the individual human being. Ja, we zagen Vera Sharaf die hier de Nuremberg Code aanhaalde. Waarom is dat nu zo van belang? Nou, de Nuremberg Code is terechtgekomen in allerlei grondwetten en nationale wetten en over de hele wereld. En het is eigenlijk de nummer één regel waar iedere arts aan moet voldoen als die een patiënt wil behandelen. He, dat dus een medische ingreep alleen kan plaatsvinden op basis van vrijwilligheid. En dat de arts de voordelen en ook alle risico's helemaal moet uitleggen aan de betrokkenen. En dat alleen op die manier een medische ingreep kan plaatsvinden of een medisch experiment. En dat was ontzettend belangrijk, omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog natuurlijk allerlei problemen waren ontstaan op dat gebied. En dan gaat het over die Code van Nuremberg is uitgewerkt in 10 punten. Ja. En het eerste punt is dus dat alleen op basis van de vrijwillige, geïnformeerde toestemming een experiment of een medische ingreep kan plaatsvinden. En de reden waarom het zo relevant is dat natuurlijk tijdens de COVID-19-pandemie dat natuurlijk heel erg onder druk heeft gestaan. Hè, dat recht om vrijwillig toestemming te verlenen. En daar weten we van alles van. Ja, en je liet net een van de 10 punten zien die daadwerkelijk in de Nuremberg-code zijn opgeschreven. Zijn die direct implementeerbaar of hoe worden die eigenlijk opgeschreven? Nou, een van de belangrijkste documenten binnen de EU is het handvest van de grondrechten van de EU, artikel 3. En in dat artikel staat dus dat ieder mens recht heeft op menselijke integriteit en lichamelijke en geestelijke integriteit. En dat alleen medische handelingen kunnen worden verricht met de vrije en de geïnformeerde toestemming van de betrokkenen. En wat zo belangrijk is, is dat rechters moeten dit handvest toepassen in Nederland. En het handvest staat dus eigenlijk in rang
boven de Nederlandse wet. En dus iedereen kan daar gewoon een beroep op doen als er in de toekomst nog problemen zouden mogen ontstaan met de CTB of anderszins. En waarom vind je het dan belangrijk om nu specifiek vandaag over die Nuremberg-code te praten? Nou, het is dat afgelopen weekend natuurlijk dat jubileum werd gevierd. En er zijn ook twee uitspraken die ik graag met jullie zou willen bespreken. Eentje is van de rechtbank in Florence. Ja. En daar gaan we dus nu over hebben. De rechtbank van Florence die heeft dus een schorsing van een niet-gevaccineerde psycholoog vernietigd. En dat is echt een baanbrekende uitspraak. En de rechtbank die ging ervan uit dat dus die vaccinatieverplichting voor psychologen, die was vastgesteld in Florence, dat die discriminator was. En in dat vonnis toen is er ook nog heel duidelijk naar voren gekomen dat een van de redenen voor de rechtbank om ervan uit te gaan dat dus die discriminatie dus niet in de haak was, was dat we dat dus wat er precies in het vaccin zit, dat geheim is gebleven. Want dat valt onder het bedrijfsgeheim dan wel militaire geheimhouding. En de rechtbank vond dus, ja, als je dus geheim houdt wat er in het vaccin zit, dan kun je dus niet volledig geïnformeerd geacht worden. En dus vond de rechtbank dat de psychologe in haar recht stond om gewoon nee te zeggen tegen de vaccinatie. En dit was een uitspraak uit Italië. Zou een rechter in Nederland hetzelfde moeten concluderen als wij iets dergelijks zouden aanspannen? Nou, in Nederland is natuurlijk geen de meeste mensen die konden gewoon aan het werk blijven of ze dan wel of niet gevaccineerd waren. Maar er is ook wel een procedure gevoerd door piloten over of er wel of geen vaccinatieverplichting zou gelden voor startende piloten. En toen is ook gelukkig in Nederland ook vastgesteld dat die dus dat gewoon aan de aankomende piloot zelf zou moeten worden gelaten. Dat niet vereist kon worden, die vaccinatie. Maar dan alsnog schuur je tegen dat informed consent aan. Kunnen wij dan alsnog kunnen wij zeggen dat informed consent dan wel is gegeven? Nou ja, dat trekt dus de rechtbank van Florence in twijfel. Zij vinden eigenlijk dat als dus de overheid dus het oplegt om te vaccineren, dat ze dan ook openheid van zaken zouden moeten geven wat er in de vaccinatie zit. Dat is eigenlijk wel wat ze zeggen. Ja, maar een Nederlandse rechter weet ook niet wat er in die vaccinatie zit. Dus zouden wij dat misschien kunnen bevragen? Ja, kijk, dat hangt uiteindelijk af van degene die naar de rechter gaan stappen. En natuurlijk ook wat in de Tweede Kamer misschien over dit onderwerp steeds meer bekend wordt. Zijn die lopende rechtszaken over in Nederland? Nou ja, ik ben zelf ook als advocaat betrokken bij één rechtszaak, waar het ook onder andere gaat over, over testvereisten en dat soort dingen. En dat we getuigenverklaringen vragen van onder andere minister De Jonge en Ab Oosterhuis en ook Brooke Jackson. Ja, dus misschien zou deze Italiaanse uitspraak een aanknopingspunt kunnen zijn die jullie standpunt misschien kracht bijzet. Maar je had het nog over een tweede uitspraak die jij wilde aanhalen. Ja, klopt. Dat is een uitspraak van het Hoge Gerechtshof van Ontario. Die is alweer een tijdje ouder, van 22 februari 2022. Daar ging het om een minderjarige, een 12-jarig meisje die zich niet wilde laten vaccineren. En het werd eigenlijk een soort echtscheidingsgeschil, omdat vader die vond dat moeder dat meisje tegen haar wil moest laten vaccineren. Maar dat meisje wilde dat echt niet. En het hof vond het heel moeilijk om hier een beslissing over te nemen, omdat ze dus eigenlijk niet wisten van wat zijn nou precies de feiten als het gaat om de COVID-19 ziekte, maar ook de vaccins. Want het hof zei van wij zien het eigenlijk als een soort moving target. In de afgelopen 2 jaar is er van alles en nog wat gezegd door de overheid. Regels zijn de ene keer zus en de andere keer zo. En eigenlijk voelde de rechter zich onvoldoende geïnformeerd om echt te kunnen zeggen, zo is het. En dat gold eigenlijk ook over de risico's van de vaccinatie. Ze vonden het heel moeilijk om
op de stoel van de dokter te gaan zitten en te gaan zeggen van dit is veilig en dat niet. En de rechters die vonden dat de 12-jarige goed in staat was om haar eigen belangen te behartigen. En dat als zij haar tegen haar wil zouden laten vaccineren, dat dan haar eigenlijk dat hele grote schade zou kunnen toebrengen aan haar geestelijke en lichamelijke welzijn. En daarom vonden ze dat die maatregel van vader om haar gedwongen te laten vaccineren, dat die moest worden afgewezen. Ja, dat risico wilde de Canadese rechter niet op zijn geweten hebben. Nee. Nee. We spreken nu over Canadese uitspraak. Hebben zij de Nuremberg-code geïmplementeerd in hun grondwet? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet zoveel van Canadees of recht van Ontario, want ik ben in Nederland advocaat. Maar in elk geval was dus het principe van dat je toestemming moet geven vrijwillig voor elk medisch ingrijpen, ook een vaccinatie, dat is duidelijk ook in Ontario goed geregeld. En dat jonge meisje heeft dus wel eigenlijk gewoon gelijk gekregen dat zij gewoon daar nee tegen mag zeggen als ze dat echt wil. Wat ik ook wel interessant vind uit die uitspraken, dat staat hier ook in beeld, is dat the facts are changing. We hebben 2 jaar lang gehoord dat als je tegen vaccineren was, dan was je eigenlijk een wetenschapsontkenner. Vertrouw je de wetenschap dan niet, was vaak gehoord. Hugo de Jonge zei van het is te voor en te na getest. Maar de veiligheid, die zou ook in beton gegoten zijn. Dat was een zekerheid waar je vooral niet aan hoefde te twijfelen. En hier zie ik dan die rechter toch zeggen van nee, de feiten zijn in ontwikkeling. En de wetenschap is in ontwikkeling. En dat lijkt me ook heel wetenschappelijk dat dat niet vaststaat en dat er niet meer aan te twijfelen valt waar we het vorige week over hebben gehad. Maar hier zie ik de feiten veranderen. Dus dat geeft eigenlijk wel hoop, toch? Zeker. Ja, want minister De Jonge die heeft ook gezegd van ja, je vraagt ook niet wat er in de frikandel zit. Ja. Ja, Maaike, nog één laatste vraag. Want we bespreken uitspraken van de rechtbank. Klinkt heel formeel. Maar even terug naar waar je mee begon. Dat het bijna een echtscheidingsprocedure was tussen vader en moeder. Die wilden bepalen over de vaccinatie van hun dochter. Wat vind jij daarvan? Want het lijkt me dat dit bij veel mensen herkenbaar is. Nou, er is in Nederland was er ook een procedure overgevoerd waarbij dus het was volgens mij een jongetje toen wel gevaccineerd uiteindelijk moest worden. Hè, omdat hij anders zijn oma of opa niet kon bezoeken. Kijk, het is natuurlijk heel erg afhankelijk ook van de rechter van hoe er wordt gekeken naar deze situatie. En ik hoop heel erg dat in Nederland dat er wel goed wordt gekeken naar het Europese handvest en het heel sterk verankerde recht om vrijwillig wel of niet toestemming te geven voor een medisch ingrijpen. Ja, want jij bent jeugdrechtadvocaat. Ja. Zie je wel vaker dat er dan zaken over het hoofd van een kind worden gevoerd? Jazeker. Ja. Okay. Nou, heel erg bedankt voor je bijdrage en ook heel veel succes met de zaken die jij momenteel voert over dit onderwerp. Dank je wel.